klaar, man. Hou jou in. Ek het 6 duim spykers nodig. En die bakkie is stikkend. Ek sê my Willem moet stuur. My man is, hele kan die spykers gaan af. As sy sal in my skool te gaan, kan sy draai by die dorp gaan maak voordat sy terug kom huis toe. Jy kan ons nou lelik. Ek het 'n brief hier en die geld. Weet jy waar die hardeware winkel is? Maar jy weet mas waar die slaghuis is, nè? Die hardeware winkel is die volgende deur, net langs die slaghuis. Sê nou lelik gaan skool toe, en wacht vir jou dag. Ek sal vir haar 6 met huis toe kom. Hier is die briefje in die gang. En jy het my iets om die in te sit, ou Willem? Ja. Kom nou spritie, ons gaan alweer laat wees. Hoekom moet ek jou ewig aanjaag? Ach, loop jy! Kom lelik! Sê van die daar manne, Willem. Sling na nie op. Daar aan sy straatje voor. Slaghuis, die spykers. Geklip, ouwe sonne. Die jongens het ook al een kar uit toesleten. Er is geen vertrouwen aan hulle medemens nie.
Maar hoe kom je niet zomaar dadelijk zo gezien? Abracadabra, jou wel eens mij wel. Damn it, man, je moet concentreren. Ik doe je nou vrachtig. Abracadabra, mij wel is jou. Ek is dokter Burger van Onderstroom. Al hierdie woorde... Al hierdie hoenders het knoppiesvelsiekte onderleed. En dit is my plig as staatsveearts om die eienaar aan die gereg te rapporteer. Dit is my hoenders. In daardie geval moet ons hierdie saak nie maar indermin en skik. Ek moet echter daarop aandring dat hij iets daadwerkelijks daaromtrent gaan doen. Dit is mijn allervoornemen, want het is inderdaad een ernstige zaak. Als je hoenders eerst knopvelziekte krijgt, dan frekt die beesten net nog van je kaaselziekte. Ik stel voor, laat ons naar die politiestatie gaan en een volledige verslag van hierdie ontdekking opstellen. Ik het moest gezegd, ons kan het maar vergeten. Geen tussen vrienden. Ik is de laatste een wat misbruik van vriendschap zal maken. Meneer, ik kan het skaars geloven. Denk je dat ik hier die ouwe hoenderkie van jou wil gaps? Nee. Heb je geen vertrouwen in jou medemens nie? Nee. Prachtig. Daar zij, dat is die spijkers en moet niet die klein geld langs die pad uitgaan, ja? Dat is misschien raar dat hoenders knopvelziekte krijg. Raarse voet, dat het nog nooit voor hen gebeur nie. Daar zij sien hoe. Zal jy me nou geloof as ek jou vertel hoe gevaarlijk dit kan wees? Ek sal hierdie verslag persoonlijk moet gaan neerbel. Laat my net mijn kleren gaan aantrek en van mijn kantoor afbel. Wat? Heerlijk! Is dit jy jou masse hond? Met my die hond ken jou. Oh, as veearts, al die honden in die distrik ken my. En jy ken allemaal zijn namen ook? Nee, dat is natuurlijk nog niet allemaal nie. Maar hier is een besondere soort. Dis een bouwier, jy het jy geweet. O sissie, o sissie, sê jy ek is sissie, o sissie ja. Ek sê jy op huis, o sissie. Slaat om ek stoes, slaat om my die linker appelkat wat ek jou gewys het. Ek moes al sê jy is een sissie, jou hond moet jy uit die vat kmel. Los my jylle, los my, wat gaan aan met jou? Sê wil jy iets gaan wys, dan moet iets verkeerd wees. Ek gaan aan die broer van jou nog bloed wegslaan. Los nou van Mark en gaan saam met Lele. Ek sal maar moed, anders byt sy my arm mors af. Toe maar, lelik, ouwe zone. Ek sal vir juffrou sê jy voel sleg. Ja, sê vir haar een mal hond het my gebyt. Wel, Jonne. Vertel ons nou alles van die knopvelziekte onder mijn hoenders. Dan gaan kijken hoe lang sleutel een man op voor identiteitsbedrog, dokter Burger. Wel, kolonel is kolonel, nee. Die ziekte kan zo omvang nemen. Ook een land, nee. Wil nog net een van mijn hoenders kijken. Generaal, je bedoelt het na bewering probeer. Maar kan je jullie bijzondere gehavende ook kijkinkie uitken en identificeren? Nou ja, dan vervolg mij aan. Wiens gebrek aan getuienis. Ek gooi die saak uit. Oom! Oom! Hallo, goed man, hoe gaan dit? Ken jy die man Bux?
Dis die oom wat my gehelp het deur weggeloop het in Durban en kom. Aha, medeplichtige. Kinderdiefstal. Dwarsboming van die gereg. Beweerde dwarsboming van die gereg, korporaal. En selfs in my onskuld was daar versagtende omstandighede. Daar was hierdie weerlose stomme bloedjie, alleen op die wêreld. Verdwaal, hartseer, koud en honger. Wat dan was dit kon ek doen? Iemand moes oor die kind ontferm. En ek het 'n sagte hart. Vooral sag vir hoendertjies, dokter Burger. Ons sal laat die landdros besluit. Ek ga jou nou opsluit. Asseblief, oom sergeant. Rondlopery, leeglery, diskriminele oortredings. As 'n mens niks doen nie, dan is jy 'n gevaar vir jouself en vir ander. Oom, my oom Hannes kan vir die oom werk gee op ons plaas, dan sy mos nie meer leeg leer nie. Dis moeilik. Misdaad is 'n misdaad. Maar in hierdie geval is immers my hoenders en as ek nou nie klag lê nie. Dankie, oom. Oom, kom ons op die plaas werk. Weet hom iets van boerdery af. Poetman! Kan ek ploeg? Kan ek plant? Kan ek saai? Kan ek maai? Kan ek beeste skeer en skape dip? Kan ek perd reën, honger sprok en koeie melk? Kijk voor jou. Eindelijk, Dalem, dit is die oosbaas, die Tolly. Kom maar op ik hier, bas. Kan hij die man werk geen nie, Bux? Hij is hopeloos, ras ek. Ek denk hij moet liever een soort van voorman wees, oom. Kan ek ook wees, Bux. Ek het iemand nodig wat dinge self kan doen. Jammer, oosie. Maar as kan hem nie sommer so laat loop nie, oom. Hy het my gehelp toe ek na ou Willem toe geloop het. Ek weet, Bux. Ek is ondankbaar af. Maar het gaan niemand baat as hy kom werk. Hy moet onthou, sy soort. Hy is 'n boemelaar. Hy wil nie regtig werk nie. Asseblief, oom. Hy is my vriend. Oom, hoef hom nie te betaal nie. Gee hom net kos en slaapplek. Vandag is nog 'n skelm ook. Hy sal ons rot en kaal besteel. Kom nou, Bugs, wees nou verstandig. Die man is 'n rondloper skelm. Hy kan nie hier bly nie. Dank is vir rondloper skelm. Maar ek vat nie my vriende so goed nie. In elk geval, ek het ook besluit, dis nie my soort werk nie. Tot ziens, Bux. Dis 'n klein wêreldie. Wie weet, miskien sien ons weer eendag mekaar. Grootman, daar is so 'n bietjie asem vir die laaste 50 tree. Dis waar 'n man en reisies wen of verloor. Ja, pa. Die oppositie daar lyk glad nie sleg nie. Ag, Bux sal hom wen. Ag, jy en jy Bux, ek sal vir Bux wen. Luister nou mooi. Jy en Bux is veronderstel om mekaar te help. Maak nie saak wie wen, net solank die skool wen. Ag, pa, maar ek sal in elk geval wen. Môre, vrou. Hallo, maat. Voor het jaar. Hallo, Lore. Die skool doen goed vandag, né? Ja, maar alles hang van hierdie item af. Mark, ons sien nie steek laat vandag nie, hoor. Ek wil gou-gou vir Bux gaan sê ons hou stuintuin vas. Lore, kan ek Lore by jou draai kom maak, so na kerk? Ja, natuurlik. Hallo, juffrou. Môre, Bux. Nie Lombard. Jy verleenlik gesê, jy mag nie hierdie keer saam met jou hart doen. Ek sal loop. Sal alle deelnemers aan die 400 meter asseblief hulle plekke vir item 26B inneem. Bux, ons hou stuintuin vas. Neem asseblief nou julle plekke in. Ja, wel weer op dag sê. Misschien morgen een of andere tijd. Maar natuurlijk. Hoppie merken. Gereed. Kom en maak. Het is wel prachtig, hè?
Basie, kom! Kom, je Basie! Kom, je man! Kom! Kom, je Basie! Kom, en Bex! Kom, Basie! Kom, Bex! Ik weet niet wie eerst is, die was kon het gewin. Eerste, Lars Korenberg. Hoe ik heb je ver gewin. Ah, ik heb je met een mijl gewin, man. Dat is niet de tweede plek, nee. Derde plek aan Volga op school. Hou in de middel op de middel, meneer Smith. Mark, wat is de duivel beklee jullie twee voor? Skomen jullie jullie niet? Kom, geef elkaar de hand. Kijk hier naar ons eens. Toe. Charles. Honest. Ik zei je nog van de tijd. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik is jammer. Kom in alweer van jullie. Ik zal liever later weer vandaag zijn. Dank je. Maar net beklei. Nou, hoe kom dan? Hij denkt ik aan mijn been, maar hij kan niet. Hij is groter als jij. Ik weet, maar dit maakt niet zaak nie. Je beklei niet recht niet, je slaat niet recht niet. Je hebt toch van ras en van onder af slaan met jouw linkerhand. So, uppercut. Hij zou baie verras wees, dit is jouw rechterhand. Wil je broers maak so hou van onder af? Jy kan jou vlieg doodslaan nie. Waaah! Herbert, ek kom jou red. Wat maak jy, meisiekind? Ek kom jou red. In hierdie vlak water. Sien jy? Ja, ons is al weer laat. Hallo. Het is prachtig hier. Zal ons... Nee, het is heerlijk hier buitenkant. Ik is jammer dat zondag. Was het belangrijk? Was je? Nooit geval, nie? Wel, zal ik jullie plaats gaan met? Ik heb vergeten van Charles' afspraak zondag. Zie. Bux het vandaag naar pauze stokjes gedraaid. Je weet ja, dat is mijn schuld. Is dit die reden voor je keierkie? Wel ja. Oor Bux, was het niet waarom jij mij zondag wou zien? Ja, dat zeg maar. Ik probeer voor hom een vader te zijn. Mijn vrouw zit dood. Maak het nog moeilijker. Ik heb gehoord van Bukse tragedie. Nou beide ouders dood in een motorongeluk. En van die nare oom waar die arme wees weggevoerd naar Durban. Ja, zeker. Denk je doen die rechter dit? Destijds. Ik weet niet wat ik gedink het. Je was voor in de dokter geweest. Die lekker stukje sappig als kinder niet zo nooit je smaak verloren. Nee. Ja. Ik ben die medische rol geschrapt omdat ik dronk was toen ik opereerde. 5 jaar geleden. Je drinkt niet meer? Nee, die afgelopen paar jaar. Maar ik was natuurlijk niet praktiseren. 5 jaar. Het is me allemaal soms die pas markeer. Maar hou je dan niet van je werk, nee? Maar natuurlijk.
Anders ik het niet gedoen het nie. Ja, je ziet dat ik verschil. Ik mag niet doen wat ik geniet niet. En... ik kan niks anders doen. Ach, vandaag ga ik voorbij. Ik geniet mijn werk. Maar dat is wat ik hier in mijn leven wil doen. Ik bedoel... ik ben altijd andere mensen zijn kinders oppassen. Kijk. Maar je hebt eindelijk weer boks komt zelfs wel. Wel, hij zit nooit de tijd voor school. Hij zit met z'n twee ochtenden in de week lang. Spreekt hij natuurlijk samen met hem. Ja, dat is deels mijn schuld. Je ziet niet helpen Willem soms. Ik doe niet werk wat ik aan doe. Maar ik zal proberen om een andere klant te maken. Wel, ik weet er nog wat. We hopen zien elkaar weer. Misschien. Onze boeren worden ze blik. Als ik is toch ik denk je maakt een foutje. Ik heb jou R5 gegeven. Not te veel. Jij maakt een foutje als je denkt dat gaan van daar inval. Je hebt meer rand gegeven. Tot ziens. Als ik nou moeilijkheid wil maken, dan heb ik die politie gekregen. Hoe kom je niet dit doen? Maar ik wil niet moeilijkheid heen, man. Toen het is 3 uur, ik maak het toe. Eet is hier. Vertel ons het ook al die lekker jobs. En die vacancies. Eet is hier. Zien jij, je loost die geld de hele nacht daar en bankt het eerst die volgende morgen. De raad heeft gevonden dat hij u schuldig gemaakt heeft aan gruwelijke wangedrag. Was het niet voor die feit dat dokter Roe onmiddellijk ontbieders en je patiënt zijn leven gered het niet, kon je van strafbare manslag aangeklaagd worden. Een dokter wat onderneemt om een operatie uit te voeren onder de invloed van alcohol of verdovingsmiddels, maakt hem schuldig aan criminele nalatigheid. Je wordt onmiddellijk van die medische rol geschrapt. Je wordt verbied om je titel dokter te gebruiken. En voor je afzienbare toekomst wordt je verbied om in die medicijnen te praktiseren. Het is nu een geval van heeler heel jezelf. Als je je zwakheid te boven gekomen hebt en je bewijs kan leveren daarvan dat je je voor een tijd lang van drankmisbruik weerhoudt, kan die zaak weer overweegd worden en je hertoelating bespreek worden. Hallo? Lombard? Is hij wat praat? Dokter Overman hier. Snap je, nee. Hoe gaat het, dokter? Goed, dank je, met jou. Goed, dank je. Heb je al misschien mijn brief ontvangen? Ja, daarover bel ik. Die raad je aanzoek om toelating heroverweeg. Ja? Als je graag zo gauw als mogelijk eens spreek. Betekent dat nou... Ik bedoel, daar is een mogelijkheid dat ik... Ik kan nog in die stadium zijn, ons zal eerst kan besluiten nadat ons weer over gepraat het. Maar ik kan onmiddellijk komen. Morgenmiddag 2:30 bij het hospitaal. Ik slaap eens. Onze morgen verder, zelfs. Goed, goed. Bye, dank je. Dank je, dokter. Tot ziens. Tot ziens. Net een open molaar. Kom, ik geloof dat liever. We weten nog wat kan het nou doen als we zo. Is je bang? Of kan een vreselijke moeilijkheid komen? Niet bang wordt, wees niet, man. Kom. Thank you.
naar de geld in sergeant Jartus gaan sê. Kom, ons hou dit liever eens baie geld. Nee, ons moet al sien voor nie kyk of ons dit kan doen. Kom, Jaapie, ons is nie reg te doen nie. Morgen sal die polis daarvan hoor, dan is het voorbij. Geen moeilijkheid nie. Een mens kan nie geld so moors nie. Onthou, ons mekaar gedeer. Tel met jou, nou is het klaar. Ik het lig in bedrieg om je geld in die handen te krijgen. Ik heb niet geld voor jou gegeven omdat ik schuldig was, nie. En jij weet het. En daarom betaal je mij. Ik stel niet belang in jouw stories van schuldig of onschuldig. Nou goed. Ga naar de politie toe of nee? Ik heb niet nog 10.000, nee. Jou plaas is goede securiteit. Die bank zal geld voorskiet. Dat is beter die kwestie. Je zal me langer tijd moeten geven. Volgende week die tijd. Dit wordt lang genoeg te wees. Wie ter duivel is dit? Luister. Is dit die tijd van die nacht voor jou om huis toe te komen, mannetje? Ik heb gewoon fliek. Maar die fliek is eerder geleer al uit. Jouw zoon? Ja. Oulike zoon. Je is recht. Een pa behoort bekommerd te wees als je zoon zo laat in die nacht rondloop. Jy sal toch seker nie wil iets met hom gebeur nie. Of hoe? Lekker slaap. Wie is dit, pa? Een bezigheidsvriend. Toe, bed toe met jou gerust, man. Nacht, pa. Nacht, Marke. Man uit die hemel! De loop zal het naar die morgen gebeuren. Waar jij en Sproekje het al twee sopnat bij die school aangekomen. Ons is met die kortpad oor die rivier skool toe. Soos ons maar gewoonlik maak. En, wel, ons het ingeval. Ja, misschien moet jy maar liever pad langs loop, is veiliger. Maar is myle verder, oom? Nou, misschien het ek iets wat jylle twee se probleem kan oplos. Kijk daar. Is het regtig ons, oom? Wel, is nie myne, nie, en is nie Willem se nie, en lelik sal nie belangstel. Yes, like, baie dankie, oom. Vreeslik dankie, oom. Dit is een goeie ding, die bal, Hannes. Oh, Willem, ek moet vandag Durban toe. Jy mag my duim vashou. Zet maar, meneer Lombard. Ek is sommer dadelijk met die deur in die huis val. Die raad het die aansoek om hertoelating en alles wat het behels oorweeg. Met ander woorde, of hy toegelaat mag word om weer as medische dokter te praktiseer. Ons het tot die volgende besluit gekom. U het genoegsaam bewys gelever van uw rehabilitatie om hertoelating te regverdig. Daar is net een voorwaarde en ek twyfel nie aan die samenwerking in die verband nie. Dit word van u verwag om 6 maanden diens hier in die hospitaal te doen voordat u met die privaat praktijk mag voortgaan. Ek begryp. Proefperiode. As u dit so wil noem, ja. U hertoelating is aan hierdie voorwaarde onderworpe. 6 maanden hospitaaldiens. Dit is wonderlike nuus. Ek is dankbaar. Is net dat... Moet my asblief nie verkeerd verstaan nie, dokter Opperman. Maar ek het gehoop om met my praktijk te begin op die dorpie waar ek woon. Moet nie so haastig wees, dit is welkom. Hy sien ek het een neefie, en ek is sy voog, en hy gaan op die plaas skool.
Maar ik kan hem toch zeker daar aan iemand zijn zorg toe vertrouwen. 6 maanden is niet eeuwigheid, niet? Ja. Ja, dat is waarschijnlijk je oplossing. Ja, dank je. Ja, is goeie nieuws. Wonderlijke nieuws, Percy. Om weer te kan praktiseren. Maar hoe gaan ons dingen hier op je plaats weer, hè? Ik zal met recht komen, Wim. Ik was niet meer een kind, nee. Ik kan met Wim zijn recht komen. Ja, ik weet niks. Maar ik is hier vroeg. Je ziet volgens hier weg, je nog een kind. Sta je? Blijf weg gaan we daar iemand weet op die je zocht. Nee, je kan dat bij iemand van. Ik wil liever hier blijven. Ja, je weet het. Maar als we iemand te krijgen en nu ben je ervan blij. Maar wie? Was het daar? Ik weet niet. Middag, meneer Lombard. Heb je bankberoep gehad? Jezus, bedoel ik ernstig, hè? Vader zorgt voor zijn kinders, meneer Lombard. En laatst nacht toen hij weerlijkster al mij tref. Toen had ik geweten dat ik was bestemd om hier te blijven. En nu is ik hier. Weerlijkster. En net betekent ze om mij te keer, om een ding te doen wat ik niet moet doen. Je kan maar zeggen, het is die noodlot als je dat wil. En als die noodlot het wil, dan kan ik maar zo een beetje hier komen. Die oom kan maar hier blij, niet waar nie, oom? Wel. Niet om dingen te laten recht lijken. Oom heeft gezegd, ik heb niet eindelijk iemand nodig, nie? Ja. Je een paar maanden hier bij Bux kom blij, is ek in Durban is. Maar natuurlijk, kinders hou van mij. Gedurende die oorlog het ek ontsnap in die krijgsgevangene kamp. En binnen een week, ik denk, meer dan 100 kinders achter mij aangaan. Je weet niet, soos een Pied Piper. Ik heb hulle naar veiligheid geleid door heel Europa. En die vereniging voor die voorkoming van die mishandeling van kinders heeft mij erekind gemaakt. En wat plaaswerk betreft, ach, nou ja. Ja, nee, dat is alleen nodig wees. Je hoeft niet te werk niet. Net zorg dat dingen niet skif lopen. Plaasvoerman. Kijk mijn antwoord. Is dit niet een plaasvoerman zijn kleren hierin? Nou, maar goed, afgesprek. Ons kan later verder over die zaken zelfs, ne? Deze kleren lijkt smart, maar wat van die baard? Ik kan het nooit afskeer, nie, boetman. Dis mos fashion. Ik bedoel, dingen moet zo ver vorder nie. Ek is jammer, Charles. Dis Hannes Lombard, nie waar, nie? Nie Lovies, nie. Ek gaan met jou terug. Wat, Charles? Goed, ek weet dus hoe jy nou voel. Maar hierdie jaar was voor mij een droe jaar geweest. Wie weet, volgende jaar is jy dalk gereed om geoes te word. Maar ek is nie Emilie nie, ek is een vrou. Ek is jammer, Charles. Dit wat ek wil hê, sluit jou nie in nie. En is... Het is beter dat ons mekaar liever nie weer sien nie. Ek sal wag. Die trein rij nou. En jy weet, time tides and trains wait for no man. Hallo. Goeie geworden ben je die om zo onverwachts in die lucht te vallen. Ik heb die goeie nieuws gehoord, maar niet kon geluk zijn. Waar, dank je. En aanbied om jou statie te nemen. Ja, dat is bijna gaaf, maar boem, zit klaar om te gaan. Ik heb zeker een paar andere dingen om nu te doen. Kom, ik neem jou gauw. Ja, dat is bijna vriendelijk voor je. Nou maar recht, Willem, zet die tassen in die kar. Recht, Willem. Vat je daar en ik zit hier in die dikkie. Of het is op school. Ja, dat is een baie. Mooi kijk naar alles, Willem. Ik weet iets dan. Je zult die plek niet kennen als je terugkomt. Ik zal werk van zon onder tot zon op. Vertrouw mij maar net. En dan zal ik zonder hier die twee keer helpen met die paardrijderij. Je weet, ik was pas jaren een jokje op Kailami. Die renmotorbaan. Maar dat is lang voor die tijd. Niet meer laat het school niet, Bugsy. Moet niet bekommerd wees niet, oom Anis. Ik zal daarvoor zorgen. Mooi, Sprudie, mooi. Misschien kom ik voor een maand of wat voor een nabij huis toe. Ik zie wat weet. Tot ziens, Bux. Ik hoop het gewoon goed met oom. Dank je, Buxie. Tot ziens, jullie. Tjadjo. Tada, oom. Ja,
plek gehad. Maar nou? Ach, 6 maanden sal verby vlieg. En my ding het ons gesê, kom gauw weer vir 'n naweek. Sal my eers maar kyk hoe die werksprogram lyk. Hey, miskien kom ek nog vir jou naweek kuier. Is 'n bietjie gevaarlik vir 'n respectabele juffroukie. Ach, ek is nie meer 'n kind, nie? Nee, ek weet, maar daarom jong genoeg om my dogter op te wees. Sê my, hoe oud is dit? Ek genoeg om my eie baas te wees. Wel, moet ek kom kuier of nie? Nee, as jy regtig 'n naweek wil deurbring by 'n man wat jou papie kon gewees. Luister nou mooi, papie. As ek nie wou nie, sou ek dit net voorgestel het nie, reg? Sy hou van hom. Wie? Juffrou, sy hou van jou oom, Stupid. Wel, hoekom nie? Ek bedoel nie, sy hou van hom net nie. Ek bedoel, sy hou van hom. Oeh, Tannie Laura. Tannie Laura? Tannie Laura, klink nie sleg nie. Ek kan dalk blomme meisie wees. Jy sal oor die sleep val. Sproetie, jy ry te vol. Stadiger. Wat doen jy hier, Mark? Waar kry jy hier die perd? Dink jy slink Eastwood? Gee pad voor my. Sim af ek of vat my die pad. Of sy hond jou weer help. Bangbroek. Wie is jou bangbroek? Ek ry gaan na my boshuis, Mary nie. Ek loop. Ek sien jou kry. Ek sien jou nog kry. Jy weet, dit is 'n vreemde gevoel. Asof ek na baie jare weer thuis is. En toch voel het vir my asof ek nooit weg was. Die menslike wese is 'n wonderlike stukkie bonatuurlike machinerie. Jy is gauw weer aan was. Kom stap in. Suster Prinsloo. Ontmoet dokter Lombard. Aangenaam ek ken, suster. Welkom in die hospitaal, dokter. Dank u. Dokter Lombard sal aanvanklik hier in ongevalle wees. Ek wil graag hê jy moet hom soveel as moontlik help. Wys hom waar alles is, stel hom allemaal voor. Ek doen dit graag tot opnieuw. Sukses, dokter. Moenie huiwer om enige probleme met my te kom bespreek nie. Ek waardeer alles wat u vir my gedoen het, dokter Opperman. Baie dankie. Wees goed vir hom, suster. Ik beloof het, dokter. Waar van dan kom? Ik boer, zo wat, 100 miljoen. Een boer en een dokter? Snakse een combinatie. Oh, nee, ik is voltijds een dokter. Naast de bestuurder op die plaats. Oom. Oom! Kan jy nie sien ek is bezig nie, jong? Oom het gesê, oom gaan ons beter leer paard ry. Gaan oom het nou doen? Ja, wel. Ek het nou baie werk, ek glo nie ek sal nou kan nie. Maar oom het dan geslaap? Slaap? Not a wheel. Ek het gedink, met my oor toe. Ek het my operasie veldtog beplan. Wat so operasie veldtog, oom? As my vriend Hannes terugkom, moet hierdie plaas tip-top wees. En dit gaan baie werk kos. En baie werk beteken baie beplanning. En dis wat ek nou doen. Ek beplan. Dit vir my braan al slaap gelyk. Maar een goeie beplanner lyk so. Mens weet nooit wanneer hy beplan. Weg is julle, hoekom gaan speel julle nie? Ek sien daar 'n groot plan aan die kom. Ek het vir lelike bad beplan, sê jy my help? Kom julle.
sal jy my help om skottelgoed te was as ons eendag getroud is? Wie sê ek met jou trou? In elk geval, dis vroumense werk. Is nie. En wie anders gaan met jou trou? Trou is nie perde koop nie. En dis nog ver vorentoe. Maak maar grappies, maar is ons daarom nog 'n keus? Miskien. Ek dink ons moet saam met Lelik hardloop sodat sy droog kan word. Kom Lelik. Hallo Bucks, hallo Scotty. Hallo oom, is daar iets verkeerd? Ek wil net met hierdie plaasbestuurder van julle 'n bietjie praat. Hy sit daar voor die huis oom. Hy is besig om te beplan, oom. Dankie. Kom Bucks, kom nou! Ek wil bietjie met jou praat, Burger. Wel. Wel, ek het 'n baie vol program vanmiddag. Ek glo nie ek sal dit kan inpas nie. Skei uit met jou nonsens. Dis 'n ernstige saak. O, kom sit dan maar. Ek sal liewer staan. Ek hoor jy het vir jou klere gekoop. 'N Baadjie, 'n hemp, 'n das en so aan. Nou, wat is daarmee verkeerd? Ek moes daarvoor betaal. Inderdaad. Dis juist waar ek met jou wil praat. Waar het jy die geld gekry? Jy sal my nie glo nie. Laat ek daaroor besluit. Toen het hy die hemel uitgeval, saam met die weerligstraal, my skoon plat geslaan. Ek het jou ons gesê, jy gaan my nie glo nie. Jy is 100% reg. Probeer weer. Probeer die slaghuis. En wat van die slaghuis? Jy was mis eergister daar nie, waar nie? Ja, ek het gaan boerewors koop, en toe verneek daar hy my nog met die kleingeld. En waar was jy daar die aand? Wat er aan? Die aand na jy die boerewors gekoop het. Die aand voor jy die kleren gekoop het. O, die aand. Ek het gaan voelstoppel. Ek is mos 'n erelid van die Koninklike Voelverskrikkersvereniging van Suidelike Afrika. O, ja. Nou onthou ek. My voels het my vertel. Is iets verkeerd? Jy weet wat verkeerd. Jy en twee ander het R84 uit die slaghuis gesteel daar die aand. Susan, dink jy as ek geld in die winkel uitgevat het, ek sal die selle geld hier in die dorp kon staan en uitgee, en dan hier kom sit en wag sodat jy my kan kom vang? Jy sal nog die waarheid praat. Kom saam met my na die polisiestasie, dat jy 'n verklaring kan maak. Arresteer jy my? Dit hang af. As jou verklaring bevredigend is. Nou ja, so nie. Ek wil net gou vir Buk sê waar ek heen gaan. Hy sal dalk bekommerd raak. Staan, Burger! Staan! Staan of ek skiet! Hou op, kerm. Ek het in die lug geskiet. Kom aan, op is jy. Oeh! Jy is onder arrest. Onskuldige man sal nie weghardloop nie. Maar ek het dit nie gedoen nie, maar jou soort glo nooit my soort nie. Daaroor het ek weghardloop. Kom aan, in die bakkie in. Ons het die skoot gehoor. Waarin vat oom hom? Ek is jammer, Bux. Hy wil my net ek moet hom help om my bende skelms aan te keer. Ek weet waar hulle moontlik wegkruip, dis maar al. Kom nou, sergeant. Jy staan en daar, jy weet ons gaan dit nie bekostig om tyd te mors nie. Die skoot, dis my revolver wat afgegaan het toe ek kom vir meneer Burger gewys het. Dis maar al. Tot ziens, tot ziens. Tot ziens, ja. Ek is nou terug, moet man. Geef vet, sergeant. Denk jy nie ons moet vir hom anders bel nie? Moet hom nie pla nie, hy is toch baie besig. Wel, ons het die meeste van daar die gemors uitgepomp. Waarom doen we dit? My skaars van toch? Op 20 kan dinge net so erg wees as laat in een mens lewe. Ja, jy sit recht. Wat hulle om na saal 10 so, dit sal hulle na slaan. Kom gauw hier asseblief. Neem om na saal 10 toe. Ek het 'n klein geselligheid gereël in my woonstel, as ons van diens afkom. Kom jy 'n draai maak? Draag vir my? Om weer te begin. Kom nou, dokter. Ons is nou van diens af.
Willem. Sê vir Sprutie, sê my so lang skool toe gaan. Loop die klimbas dan nie by die skool vandag nie? Ja, ek gaan, maar ek moet eerst iets anders gaan doen. Sê net vir haar. Kom lelik. Seker het nie gedoen, oom. Lele kan vir hom uitvind wie dit was. O, so ja. Ek bedoel, sy kan dan. Het oom hulle iets daar gekry, in die slaghuis bedoelik. Hulle het die sak om hulle vuist te gedraai, toe die venster gebreek het. Hier is die sak. Lele kan hom die sak reik en dan die een gaan soek wat dit gedoen het. Dit is nie so makkelijk, die bus. Die een wat die venster gebreek het, dis te sê as dit die boemelaar is, mens by die tijd al myle vijf. Dan is oom nie seker dat het wel die boemelaar was nie. Hy het beslis iets daarmee te doen gehad, maar as het twee stelle vingerafdrukke nie gekry. Ek weet nie wie sy met is nie. Dan het oom ook nie die boemelaarse vingerafdrukke gekry nie? Nee, maar hy het met die geld wat daar gesteel is, wat daar vere van hom betaal. Laat ek met die sak probeer, oom. Dit kan nie kwaad doen, nie. Sal toch nie help nie, Bux. Ek is jammer. Maar dit kan, oom. Lele ken dalk die een wat het gedoen het, dan kan sy hom opspoor. Nou maar goed. Laat ons sien wat jou hond kan doen. Dank u. Kom, ouwe zoon. Soek hom, soek hom. Wat soek jy hier, stupid prak? Wat soek jy hier? Mooi so, oba zone. Dit lyk vir my dieselfde. Ek gaan hulle nou Durban toe stuur vir 'n finale vergelyking. Dink julle twee nie, julle kan nou maar die waarheid praat nie. Wat sy plan om, vir die geld nie gehou het nie. Is mekaar net gedeur, het die geld weggegooi. O so, waar het julle die geld weggegooi? Ons ja, het die geld om 'n klip gedraai, en die klip in ons achterplaas gegooi. Het oom het nie daar opgetel nie? Klip? Wat soos een weerligstraal getrek? Gaan oom ons nou toesluit? Kloot aan nie, julle sal die land verlaat nie. Is een lelike ding wat julle gedoen het. Ek gaan nou met julle oors praat, en as nodig is, kan julle hier een verklaring kom maak. Nie vir my staan in licht nie, mannetjie. Die Susanne was nou net hier geweest en het my alles vertel. Hoekom het jy dit gedoen, he? Want mekaar nie te pak. Dit deur, dit is anders, nie? My seun, a dief? Het was nie stil nie, pa. Ons het die geld nie gehou nie. Besef jy dat jy kon tronk toe gegaan het as jy bietjie ouer was? Besef jy dit? Natuurlijk kon jy. En nou gaan jy miskien na een verbeteringsskool toe stuur. Nie rarig nie. Neder. Hoe kan ek weer die mense in die dorp in die oog kyk? Nou dat allemaal weet, my seun is 'n dief. Gaan kamer toe. En hoe lang staan jy al hier? Lang genoeg? Het is een geval van die pot voorbij die ketel nie waar nie. As een mens dink aan wat jy gedoen het. Ek is siek en sat van slaaplose nachte. Ek is moeg van die vrees dat jy ter enige tyd jou opwachting weer hier kan maak met een of ander dreigement. Het is klaar, Frans. Moet nie belaglik wees nie. Wat gaan jy doen? Almal die waarheid vertel? Ja, dit is precies wat ek gaan doen. Maar eerst gaan ek iets doen wat ek al baie lang al wou. Kalmeer, Charles. Kalmeer.
Centrale, sit my deur na die polisiestasie asseblief. Nee wat, alles is alright. Ek moet net vir die klere betaal. Hoeveel het dit gekos, hoor? R83.45 met 'n discount vir kontant. Waar gaan ons soveel geld in die hande kry? Ons se proman is nie bel. Nee, ons gaan om die plan met sulke onbenulligheidjies. Ons sal wel 'n plan maak. Hallo, Bas. Die jackals loop met die draai, maar die goeie man loop reguit terug. Ons het die Bas verlang. Bliksem op Willem. Ek moet jou VV auto stuur, jong. Het jy daarom aangegaan op die plaas soos ek beplan het? Ja, Bas. Daarom het ek keer die vak by die keken. Hoe gaan dit aan met die Bas? Geen klagtes nie, kos is alright. Waarom word dit ons R83.45 in die hande moet kry? Dan loop die beeste mooi. Dit sal die einde van die story wees. Die Bas kan die Shelby Willem leen. Ag, Willem. Waar sal jy dit toch kry? Gaan spaar by die man, Bas. Wat so goed sal ek koop? Kom. Die baas, hy kan tel hoeveel hy nodig het. Ach, Willem. Ek weet nou nie. Willem wil graag help, oom. Vat dit. Een sleutelie, baas. Die een beest lek die ander beest om ons groen te maak. In 1969 het my vrou Sam my huis verlaat. Sy is weg met 'n man en 'n Frans Venter. Sy het my vir Frans Venter verlaat. Ek het geweet hulle ken mekaar, maar ek het nie gedink hulle is meer as net vriende nie. Een dag is sy weg. Ek het die volgende môre briefie gekry. Ek het niemand vertel wat werklik gebeur het nie. Ek het by die polisie aangemeld dat my vrou vermis word. Hulle is met my vrou se kar weg. Ek wou nie erken dat my vrou my vir 'n ander man verlaat het nie. Ongeveer 6 maande later was 'n motor, dieselfde soort en model as my vrou se, in 'n ongeluk betrokke. Maar ek het geweet dat dit nie my vrou was nie. Ek het vir die polisiesant gesê dat dit my vrou was. Vals identifikasie. My vrou het 'n lewensversekeringspolis vir R20.000 gehad. Die geld is aan my uitbetaal. Hierna het Frans Venter een aand ongeveer 3 maande later by my opgedag. Wat wil jy? Ons het so 'n bietjie besigheid om te gesels. Ek het absoluut niks om vir jou te sê nie. Nee. En wat van die gevalletjie van 'n valse identifikasie en R20.000 se assuransie wat betaal is en van jou vrou wat nog lewe? Kyk 'n bietjie daar. Goed, ek behoort jou vrek te maak. Ek sou nie moord by alles voeg as ek jy was nie, Charles. Jy het al genoeg swart kruises agter jou naam. Daar's niks wat my verhoed om polisie toe te gaan nie. Is daar? Nee, ons seker geld hê. Dood reg. Ons kan begin by die R20.000 assuransie geld. Dink jy ek gaan dit sonder boef baaf vir jou gee? Betaal of ek en San gaan reguit polisie toe. Ons het niks om te verloor nie, maar jy wel so 'n bietjie. Goed. Of jy 'n check hier. Kontant. Ek kom môre aan weer. Sorg dat die geld hier is. Ek het die geld betaal en hy het elke maand weer gekom. Ek het geweier om nog meer te betaal. Ons het toe beklei en ek het hom plat geslaan. Ek maak hierdie verklaring uit my eie vrye wil en sonder enige dwang. Is het recht zo, Charles? Check het maar eens. Wat gebeurt nu, Sam? De speurders zal die zaak onderzoeken, niks in dat bed. Gaan die mij niet arresteren? Nee, in die stadie. Laat me net weten als je weggaat. Ik is jammer, Charles. Dank je. Tot ziens. Tot ziens. Ja. Ek wil al vertel van die keer toe ek die Lipizzaner hengste van die risse gered het. Ja, oom het. Nou wil ons sê oom het ons wys, 'n paar triks. Toe oom het beloof. Kom. Staan julle 'n bietjie terug so toe. Ek kliewe dit heeltemal weg. Ek weet net vir die laaste oomblik wat ek gaan doen nie.
En ik wil hier jullie moet zeer gewinnen. Hij was een mooi derde. Moet niet mij bijten. Oh, 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 oh. Waar is die bloody ding se kop? Ah, zei. Dat is nou de eerste les. Die verkeerde manier om op een paard te klimmen. Ja, dit was de oudelijke trick. Ik heb die trick in Hollywood geleerd. Ik was maar voor een paar jaar daar. Ik heb hulle raad gegeven met al die westerns wat hulle gemaakt het. Ja, al die cowboy printen. Als het niet voor mij was, dan kon hulle het nooit maken. Kan ek nou probeer, oom? Nee, ek dink jy moet eers een beetje tyer word. Ek dink jy moet maar net die gewone paard ry oefen. Maar oom, ons ry elke dag skool toe en terug en het is ons gewone paard ry. Wat van paarden spring? Nee. Nie nou al nie. Nou toe weg is jylle man, ek het nou vir hom met baie om te doen. Baas, sta een beetje alsjeblieft, Baas. Zal die Baas mij alsjeblieft helpen met die brief? Of wil hem zijn oor lees niet meer zo mooi? Kan die Baas lees wat hij zei? Ach nee, wat? Dat is zomaar net een opcheckerij. Je moet net weer jouw pas naar die politiestatie toe vatten dat Lom weer kan stemmen. Pas? Wat voor pas? Maar jij hebt maar zijn pas. Ik heb gekomen van die plek waar die was, Zutteland was. Ik heb nog die pikinin was, samen met mijn pa. Als ik naar die plek terugkom, die plaats, heb ik nog die plek aan de plek mee. Dit is mijn plek die. Ik geloof niet dat het zo ernstig is. Bas Anne zal weten wat om te doen. Als je daar geskryf het, ik heb niet je brieven ontvangen. Nie. Wel, ik heb nog geen kans gehad. Nie. Geniet je dit bij ons betaal? Oh ja, baie. Hoe gaan het daar? Gaan goed met Bucks. Terloops, dokter Lombard. Vrijdag, 5:30 namiddag. Durban. Ik heb een afspraak met jou. Ja, dus hier is wel mijn gebellet, Laura. Luister, ik heb het gewonder of het zo goede plan zou zijn in Durban te komen. Je weet, ik is die meeste van de tijd op dienst. En, wel, ik denk net, ons zal niet veel van elkaar te zien krijgen. Oh. Wel, ik bedoel, het zal niet zo aangenaam voor jou wezen. Timor, ik begrijp. Wel, ik hoop niet, ik heb jou nou ontstel. Nie. Nee, glad niet. Dus... Het is net beter als ik weet waar ik sta. Dat is zo'n zaken staan. Willem moest al jarenlang een permit gehad. Nu moet hij terug naar Soto toe. Hij is een vreemde band. Vreemde band toe? Ekke. Hou. Dat is mijn heer die al jaren van ik zo was. Ik ken niet Soto land niet. Waar is hij plek? Ik ken hem niet. Ik is jammer Willem. Dat is niet wet. Je zal moet terug gaan naar Maseru toe en daar een paspoort krijgen. Dan kan je terugkomen en aanzoek doen om hier te werken als een vreemde band. Hou, Bas. Al mijn leven ik bleef hier, op die plaats. Mijn plaats. Hoe kan ik die vreemde mensen hier zien bij mijn mensen? Kan ons niemand net schrijven, niet? Het is zeker niet voor onnodig om net daarvoor naar mijn zeren toe te gaan, niet? Jammer. Dat is hoe dingen werken. Ik krijg ook maar mijn opdrachten. Sommer net zo, hè? Jammer dat je je hele leven hier lang hier doorgebracht hebt. Nu moet je net weg. Sommer net zo. Je moet lang al een permit gehad hebben. Dat is niet mijn schuld, niet? Luister, mensen. Ik maak me die wetten niet. De mensen bij Maseru, hulle ken mij niet. Wat zal ik voor hulle zeggen? Ik is op Willem wat al die jaren voor die wit mensen gaan werken. Nu die wit mensen jagen me weg. Was op Willem die schelm? Het op Willem zijn basiskap gestil. Nee, je het niet. Dus klein baas Bukse pa moest daarvoor gezorgd. Ik werk al mijn leven voor die wit mensen. Nu zijn die wit mensen. Dank je, Willem. Ze kunnen maar teruggaan naar die plek waar je in kent. Want je hebt niet die papieren wat ze J is J. Dat is die wet, Willem.
Maar moet je niet verder over bekommeren. Ons zal wel aan een plan denken. Dat is recht, mijn baas. Ik zei, loop bij Masero. Ik is niet kan om te vertellen wie is ik niet. Daarom kan ik niet goed doen. Ik moet al mijn mensen vertellen wat is verkeerd. Zodra je recht is, laat mij maar net weten. Ik zal die baas zeggen, als ik recht was. Ik ben hier maar draf. Die kunnen ze snel nu hier. Je is reeds al vlak. Kiel, kom. Ze zit haar dadelijk gebring. Ze is nog bewusteloos. Ze zal weer gezond worden, nee, oom? Wacht hier, Buks. Ik ga gauw kijken. Hallo, Sproetie. Hallo, Buks. Wat het gebeur? Lelik het voor je paard in gehardloop. Sal ek weer gezond worden? Het hulle jou iets gesê? Nee, ek wacht al so lang. Hoe voel jy? Nie sleg nie, maar is net my bene. Ek kan het nie voel nie. Dit voel so snaaks. Jy het op jou rug geval. Misschien is hulle net een bietjie dood. Hij is een gewerig geweest. Nu hoef je voor een paar dagen niet meer school te gaan. Nie. Bas, dan spreek je me als het hier is. Zien je, Spritie? Ik zal me weer komen kijken. Zien jou, Bugs. Slechter niet veel, Bugs. Dan moet je man wees. Maar oom kan hem eens gezond maken. Oom is toch een dokter? Alsjeblieft, oom, probeer iets doen. Het is mijn schuld. Lelik het voor haar aangehaard, loop. Bugs. Niemand kan iets doen. Die. Nee. Vandaag schiet ik hij verdomde lelijke brak van jou, vrek. Nee, oom. Alsjeblieft, oom, kan je mijn hond schiet niet? Hij vuil is het mijn kind voor ongeluk. En dan gaan ze voor de rest van haar leven verlam wees. Geef je pad voor. Nee, oom. Alsjeblieft, oom. Montisa. Hobas. Hobas. Maar Charles, je moet alsjeblieft niet met Limba's hond schieten. Geef pad voor of ik schiet je ook, vrek. Schiet maar, baas. Veel goed. Denk jy ek speel? Ek het ook die klein meisie, baas. Ze zal niet lekker voel nie, as ek so iets doen nie. Shame. Baas Charles, sy hart is baie seer. Jy en van die verdomde lelike brak sit nie weer julle poote op my plaas nie. Jy my gehoor?
nie so bek af lyk nie. My idee was om jou op te beer. Nee, drankie. Stijd. Zeker. Als er dan help om jou uit jou vader Jacob se put uit te krijgen. Cheers. Cheers. Eerste keer dat ik jou zit met een drankje? Ja. Wie was dat hij gezegd toen ik hem verteld? Wie? Bax, mijn neef. Hij had gezegd dat altijd geweten dat hij een hele goede boer. Nu weet hij, hij is ook een hele goede dokter. Duidelijk mee is en kan daar niks voor je kan doen. Hij heeft me vertrouwd. Want nu hebben we me niet steek gelaten. Jij hebt me helemaal niet steek gelaten. Nie. Niemand kan iets doen. Nie. Ja, ik weet, jij weet, maar hoe de hel vertel ik het dan om? Ach, van, waarom is er ons strijd? Daar weer gezond. Jy sal sien. Hoor hier, Bux. Ons hoef nie meer gekuis te wees nie. Hoekom nie? Hulle wil my niks vertel nie, maar ek weet en jy wil nie 'n maatjie wat nie kan loop nie. Ag, jy's laf. Jy sal weer eendag kan loop. Kyk maar vir babietjies. Hulle kan nie dadelik loop nie. Dit vat maande vir hulle om te leer, maar dan kan hulle. Dis wat jy moet doen. Net weer leer om te loop. Dis al. Ek gaan oor môre huis toe. Sien jy nou daar? Dan word jy mos gesond. Ek glo nie. Ek dink dis maar net omdat hulle niks vir my kan doen nie. Jy moenie so praat nie, Sproetie. Jy's baie gaaf vir 'n simpel seunskind. En is jy seker jy wil my nog vir 'n nooi hê? Natuurlik, stupid. Ek het vir Sproetie kom welkom heet. Ja. Ek het haar nou net in die bed gesit. Vader alleen weet voor hoe lang. Het gaat moeilijk wees om hierbij aan te pas. Hulle sy weer die swaarste gaan kry. Dis waar. Is nie nou tyd vir selfbejammering nie. Laura, jy het seker al gehoor. Op so'n klein dorpie is ons nie geheime nie. San, my vrou. Sy is nie dood nie. Sy het met 'n ander man weggeloop. Ek het gehoor, ja. Ek het met 'n skeisaak begin, maar dit is nie maklik nie. Mark se dinge, nou myne ook. En Sproetie. Ek het iemand nodig om my deur al hierdie dinge te help. Sal jy met my trou? Maak jy lief nie, Charles? Ek weet. Maar mettertyd sy my miskien weer lief kry. Ek sal wag. Nee, ik zal haar moet dink. Ik zal goed wees vir jou, Laura. Ik beloof. Kom eens gaan naar Sproetie toe. Hallo, Sproetie. Hallo, juffrouw. En tu, hoe voel het om terug te wees in jou eie kamer? Baas Bux, hoekom is hy nie hier nie? Kijk, hy verdomde sê, ons het nie precies geweet hoe laat jy gaan terug wees nie. Maar jou pa sal nou bel en sê jy is by die huis. Nee, Charles. Ja, ek sal nou gaan bel, dan kan Bux oorkom. Heb ik een vrouw bij die hospitaal? Geen antwoorden, nee. Als ik haar het zoek, nee.
Opperman weet niet. Nog niet. Dat zijn twee van ons. Weet ook niet. En Max. Kom terug, Max. Het is zinneloos. Wat ze sinds daar een klein dochter hier wat verlangt. Denk jij dingen gaan verbeteren hier meer? Nee, dat niet. Het is nou een zoet meisje. Goed. Tot ziens, Hannes. Ik is blij ik kon jou leren kennen. Cheers. Cheers. Ons is altijd lekkerder als het mensen buitenkant eet, ne. Ek onthou nog toe, ek catering manager was bij die Randse Paaskou. Ek het al die restauranten toegemaak. En recht in die arena het ek braaivleisvuur laat maak. Ek moest het weer stop, want die akrobaten het te warm gekry. Ek het vandag vir Spruti gaan kuier. Waarom kom gaan met haar gebeur? So sy regtig nooit weer kan loop, ne? Omdat by die groot baas groot kind was. Soos by die Bijbel. Abraham en Isaac. Toen die Heere gesien het, Abraham sal sy enigste kind slag. Toen die geweet, dit is een goeie man. Toen die gesê, hy kon na. Moe nie moe jou kind so maak nie. En hy die bok gesteer by die plek van die kind. Hy het geweet, Abraham sal die ding doen omdat hy geloof. Die ding wat hy meeste gelief het. Ons moet maar ook die offer maak. Dat die klinkbaas hy moet. Misschien met Bert? Niet op die oude manier nie. Niet met de vuur nie. Net die offer. Maar ik denk Willem is jelde maar weg. Die ding wat jy die liefste het. Ik ga morgen Durban toe en dan zal ik mijn vriend Hannes praat. Middag, juffrouw. Ik zoek dokter Lombard. Ik hoor hij keier hier. Hij is niet hier, niet. Waar woon hij? Is het belangrijk? Wie is jij? Ja, dat is belangrijk. Ik is zijn plaatsbestuurder. Ik moet met hem praten. Ja. Ik zie hem. Kom binnen. Hoe is dinge?
Ek is in die wolke. Hy nie sien nie. Ek was helfte van my lewe soos jy nou is. Dis nie jy nie. Wat wil jy? Ek het probeer om iemand anders te wees, maar dis ek, hierdie. Noem my net wat jy wil. Dis ek, hierdie. Kan worries nie, niks wat die dop nie kan recht maak nie. Fantastisch. Julle kan die lewe hou. Die goed laat my toe om in drome te geloof. En wat van Sproetie? Is klaar, is erbij. Ze zal ook aanpassen, is jonk. Ik sta oud. Ik word hier, mijn lot. Ik moet het aanvaar. Ach, los, mijn man. Al drink samen met mij, maar net niet begin preek nie. Luister hier, jij. Ik geen duivel om wat van jou wordt nie. Maar daar bij die huis is een seun wat om vrek sikkel om dingen te verstaan. Die ding is te groot vir hom. Hy is verlore. Ek ook. Ek het een lewe om te lei en dis genoeg vir my. Ek is siek. Siek vir ander mense se probleme. Lewe? Noem jy dit lewe? Jy mors joune down the drain. Hoor wie praat van lewe opmors? En wie kan het beter doen as ek, hè? Ek weet dat ek voorgee dat ek expert is op alles. Maar net die kinders geloof my. Julle groot mense, julle lag vir my. Maar geloof my, my snerpraterie is net die vernis wat my doodsuip leeg le verlede toesneer. Ek sluit ook nou by die klub aan. Vat in die wilitse hand. Ek kan nie aan met die resies nie. Ja. Hardloop. Jy hardloop weg. Maar jy sal jouself elke keer weer inhaal. En elke keer sal jy 'n bietjie vinniger moet hardloop. Ek weet al te goed. Hou jou mond, man, ek het gesê, moenie vir my preek. Ek het ook my rug gedraai op dinge, lang gelede, en ek hardloop nog al die tyd. Kom terug, Hannes. Vir my is dit te laat, maar nie vir jou nie. Boom, ek weet nie wat jou naam is nie, maak ook die saak nie, moenie jou tyd mors nie, ek speel nie meer saam nie. Speel? Speel of jy verloor. Ek sal sit en kyk. Hier ry die skimmertijd. Asseblief, Hannes. Have a heart. Nou is alles in sy donderin. Nou moet jy help. Hannes was daar laas by die werk. Hy drink net. Hy wil nie vir my luister nie. Hy sep soos 'n vis. Gaan jy en probeer praat met hom. Wat kan ek doen? Iemand moet iets doen. Hy gaan in die afgrond af. Probeer asseblief. Waar is hy? Ek sal bedoel. Ek weet waar hy is. Ek sal nie weet wat om te sê nie. Juffrou, jy is gewoond aan kinders. Praat so met hom. Die woorde sal self kom. Ek sal probeer. Bas kan nie maar hier aflaai. Nee, ons vat jou maar tot by die grens. Nee, hier asseblief, Bas. Willem het van die plek geloop toe hy die pikinine was. Nou vandag,
Hij loopt terug. Ja, lelijk. Kijk mooi naar die klimbaas. Ja, mijn baas. Ja, klimbaas, de klimbaas moet de Heere geloof. De goede dingen zal gebeuren. Je zal gauw weer terug wees, Willem. Laat ze niet voor je paspoort geven, dan kom je gauw weer terug, hè? Misschien, klimbaas. Als men kijkt wat de Heere wil hebben. Dag, klimbaas. Klimbaas, meneer. Ik kan niet op, Willem. Ik is niet hartseer. Hoe kan maar hier stil hou? Maar hoekom moet man? Stop net asseblief, oom. Oom kan maar rein. Hoe nou, boetman? Wat van die hond? Dis my offer, oom. Rij nou. Luister, boetman, ek glo nie dis wat ou Willem bedoel het nie. Hy het gesê die ding wat ek die liefste het, oom, en dis lelik. Hoekom dan nie jy spoedie met gesond word nie? Rij nou asseblief. Gaan weg, lelik, loop! Gemors en goed, wat ons zo in die zee smik. En hij koud het, slik het in. Hij begeert dat. En die volgende morgen is hij weer daar. Helder. Hannes, hoe doen we dit aan jouzelf? Ik heb soms zeker nog een kind. Kinders moet soms opgepast worden. Thank you.
hallo, goedemorgen. Ja, man. Doe maar. Alles zal recht komen. Jo, man, is weer terug bij die werk. Is daar hem één goede ding? Maar wat van Spritty? Ik heb al alles gedaan. Ik bid elke aand, ik heb me overgemaakt. Arme lelijk, ik moet nog oorsel op sy vanavond. Nie worry nie. Jy het hom ons vir die Here gegee. Hy sal sorg. Maar wanneer doen die Here iets om te inspirit? Dit is al weke sedert ek lelik uit die bakkie gestoot het. En waarvoor? Spritty bly nog nie dieselfde. Ja, ek weet. Maar ons wil is nie sy wil. Alles gaan regkom. Sommer net so. Ja, ons dink altyd ons weet beter. Ons is te ongeduldig. Maar hy het sy eie tyd. Ek gaan nie daar gaan iets gebeur nie. Nou ja, ek het jou maar laat wen. Is nie jou leenaar? Kyk, kyk daar. Lelik, ou was honde. Ek het hom klimbas. Ek het hom! Verdomde hul brak! Moenie, papa, asjeblief, moenie! Offer.